Drie vrouwen zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk bij de Koolhaven in Rotterdam. De wagen vloog uit de bocht en reed tegen een meerpaal aan. De vrouwen moesten door de brandweer uit hun benarde positie bevrijd worden. Twee vrouwen klaagden over nekklachten, maar iedereen was goed aanspreekbaar. Het drietal is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster had te veel gedronken. Bij een steekpartij in Vlaardingen is afgelopen nacht een jongeman gewond geraakt. Hij is met steekwonden in zijn borst en oksel naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk is hij neergestoken op de markt in Vlaardingen. De politie heeft daar bloedsporen gevonden. Hij was aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden en zei te zijn beroofd door drie mannen. De daders zijn nog voortvluchtig. Het toezicht op de kinderopvang is in 6 gemeenten in onze regio onder de maat. Dat constateert de onderwijsinspectie uit onderzoek. Het gaat om Rotterdam, Spijkenisse, Barendrecht, Kromstrijen, Brielen en Hendrik Ido Ambacht. De gemeenten hebben inmiddels afspraken gemaakt met de inspectie om het toezicht te verbeteren. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt in de middag op naar zo'n 16 graden.